voor Eindhovense voetbalvreugde moet je tegenwoordig op de Aalsterweg zijn. Waar de blauw-witte bezig zijn aan een meer dan uitstekend seizoen. Vijfde staan ze inmiddels, na de ruime zege op concurrent Excelsior gisteravond. Toch staan ze bij FC Eindhoven niet helemaal van het succes te kijken. Als je begin van het seizoen had gevraagd, hadden we dit niet verwacht met z'n allen. Hè? Zo eerlijk moeten we zijn. Van de andere kant staan we al de hele tijd waar we nu staan. Hè? Tussen de vijfde en de achtste, negende plaats. We zijn redelijk constant. Dus wat dat betreft is het geen verrassing. Maar vijfde is toch een heel stuk beter dan de 15e plek waarop Eindhoven vorig jaar eindigde. Die groei is met name te danken aan een paar pijlers, een duidelijk plan en een sterk collectief. We hebben een echte groep, dat merk ik ook wel buiten het veld. We gaan goed met elkaar om. En binnen het veld hebben we ook jongens, zowel voorin als achterin, die een bepaalde dingen uitblinken. Dus dat is wel mooi. Ja, aan het begin van het jaar hadden we ook nog wel eens periodes dat het wat wisselvalliger was. Maar je merkt nu na de winterstop dat je voelt het gewoon in de ploeg dat er een bepaalde ondergrens is die we sowieso altijd aantikken. Dus ja, die stabiliteit voel je wel gewoon in de ploeg. De kwaliteit van de spelers, hè, daar begint alles mee. Hè. We hebben echt gewoon goede spelers. Maar die goede spelers willen ook werken voor de groep. Hè. Ze willen in teamverband functioneren. En dat is voor mij als trainer heel erg belangrijk. Hè. Ik wil het graag als team doen. Dus met de staf, met de spelers. En dat is wel de kracht van dit elftal, denk ik. Beter doen dan vorig jaar. Dat doel is inmiddels gehaald. En verlegd naar een nieuw doel, de na-competitie. Aan meer willen ze bij Eindhoven nog niet denken. Het woord promotie is voorlopig nog taboe aan de Aalsterweg. Ja, het zijn gekke dingen gebeurd in de play-offs. Hè. Maar laten we eerst maar gewoon de competitie goed afmaken. We hebben ook niet echt een team die gaat zweven. We zijn allemaal gewoon normale jongens. Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar goed, als je play-offs haalt, dan ga je daar niet voor spek en bonen mee doen. En dan wil je die ook winnen. Hè. Zo zitten we in elkaar. Alleen dat is heel ver vooruit kijken. En dat is niet nodig. We concentreren en de focus ligt nu echt op de komende wedstrijden en de competitie. En daarna zien we alweer verder. Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat we gewoon van week naar week moeten kijken. Ik denk, we zijn nu goed bezig. En het is belangrijk dat we iedere week die op de mat kunnen brengen. En dan zullen we zien wat schip strandt. Het succes is natuurlijk wel een lange neus naar die andere club in de stad, de Rood-Witte aan de Frederiklaan. Maar ook dan blijkt dat de jongens van Blauw-Wit nuchter in het leven staan. Ja, op dit moment wel, denk ik. Ja, het is mooi dat je gewoon even de trots van Eindhoven bent. Maar mooi dat we er vast kunnen houden. Nee, het is altijd leuk om de trots van de stad te zijn natuurlijk. Hè. Dat heb ik de jongens gisteren ook al voor de wedstrijd verteld. Hè. Want vandaag winnen, dat geeft toch een goed gevoel aan de Blauw-Witters in de stad. Maar we hebben geen aversie naar de Rood-Witte in de stad. Nee.